Act to Make an Impact is a video podcast series about positive change in the fashion industry, talking with everyone who can make an impact, from consumers to politicians. This episode we will answer the question, how do small innovative brands make an impact in an industry dominated by big brands? Welkom bij de allereerste aflevering van Act to Make an Impact. Super tof dat jullie er willen zijn. Ik heb jullie gevraagd, omdat jullie allebei vanuit een ander perspectief zullen gaan deelnemen aan dit gesprek. Denna, jij bent oprichter van Noumenon, een vegan fashion brand uit Amsterdam. Tony, jij bent founder van Kings of Indigo en ook een hele mooie brand uit Amsterdam. Kunnen jullie misschien zelf vertellen wat jullie perspectief is op de kledingindustrie? Ik heb jullie namelijk uitgenodigd. Jij bent hoe kan ik het beschrijven? Een kleiner initiatief die een impact probeert te maken op de kledingindustrie. Tony, jij probeert dat misschien op iets grotere schaal te doen. En we gaan met elkaar eigenlijk bespreken, ja, wat zijn eigenlijk die verschillende manieren van impact? Want wij willen eigenlijk al onze volgers duidelijk maken. Welke impact je maakt, maakt niet uit, als die maar positief is. Mm-hmm. En dat vooral ook heel belangrijk is, elke stap is er één. Of je nou kleine impact maakt of grote impact, het is allebei goed. En daar wil ik het heel graag met jullie over hebben. Okay. Dus Tony, wat is eigenlijk jouw definitie van impact maken? Impact maken, dat zie ik eigenlijk als iemand raken. Of mensen raken, of een groep mensen raken. En daarmee iets in beweging brengen. Nou, ga daar maar eens even overheen, Denna. Ja, impact maken vind ik een groep mensen, individuele mensen of mensen die horen bij de massa, dat je ze kan aansporen om iets te veranderen in hun gedrag. Als het begint bij het anders denken, dan verandert het gedrag vaak ook. Ook al is het een beetje of iets meer dan dat, dan vind ik al dat ik impact heb gemaakt met mijn merk of met mijzelf als persoon. Oh, nou, wat gaaf, want ik hoor bij jullie toch allebei het woord beweging. Mm-hmm. Jullie vinden het toch altijd belangrijk is om in beweging te blijven of andere mensen in beweging te zetten. Mm-hmm. Tony, hoe maak jij die impact? Heeft dat iets met deze beweging of moet ik zeggen stroming te maken? Nou, zeker. Ik bedoel, ik zit al 25 jaar in de kledingindustrie en ben gewoon bij reguliere merken begonnen. Ik ben op een gegeven moment in 2003 bij Koichi begonnen als directeur. En samen met Solidaridad en Accordate en ICO, wat natuurlijk NGO's waren die heel erg bezig waren met fair trade. En vooral op het gebied van chocolade en thee en koffie. En de kleding was nog helemaal niks gedaan. Okay. En ik vond het waanzinnig interessant om te kijken hoe je de onbewuste consument onbewust bewust kon maken. Omdat destijds duurzame kleding was gewoon niet cool. Het was niet tof en mensen hadden enorme weerstand tegen. En ik vond het heel interessant om juist te kijken hoe je die mooie kleding en het mooie concept samen te brengen en de mensen te verleiden om een ander aankoopgedrag te gaan laten zijn. Bijna zonder dat ze het door hadden. Dus ook niet te hard schreeuwen, maar wel door gewoon toffe producten te maken, kwalitatieve producten, betaalbare producten, om die ook gewoon te tonen en dan dat mensen bijna terloops achterkomen, shit, dit is biologisch of het is eerlijk gemaakt. Of het is recycled. En dat vond ik eigenlijk interessant. En daar zo ben ik begonnen aan mijn tour van kijken hoe je mensen op een andere manier kan laten consumeren. Het klinkt super interessant. Mensen onbewust bewust maken. Filosofisch. Denna, hoe is dat voor jou? Hoe probeer jij de impact te maken? Ik probeer impact te maken op verschillende manieren. Dus met mijn werk zelf. Daarnaast geef ik ook seminars op universiteiten. En probeer ik zoveel mogelijk te spreken ook. En eigenlijk de boodschap te verspreiden. Maar wat ik zelf belangrijk vind om het niet op een hele pushy manier te doen. Maar juist op een inspirerende manier. Dat mensen denken van, hey, dit is leuk. Het is leuk wat jij draagt. Het is interessant wat jij vertelt. Dat je vrij transparant bent in wat je doet. En wat het proces is. Want tegenwoordig in de mode-industrie zegt iedereen, hè, dat ze duurzaam zijn, maar niet echt. Ze gaan niet echt in de details of het materiaal. Waarom is het materiaal beter dan een ander materiaal? Waar produceer je? Waarom produceer je specifiek daar? En door dat uit te leggen en een mooi verhaal aan de man te brengen, vind ik dat je al snel een impact kan maken door mensen aan het denken te zetten. En daardoor gaan ze stappen nemen door bijvoorbeeld een mooi kledingstuk te kopen van jouw merk. Of misschien dat ze denken, hey, zij heeft het over organic cotton bij een gesprek. En dat ze
dat blijft hangen en dat ze, als ze iets gaan kopen, dat ze organic cotton bijvoorbeeld gaan kopen of iets wat eco is geproduceerd. Mm-hmm. En ja, jullie klinken allebei heel gedreven, heel erg overtuigd, alsof jullie op missie zijn. Waarom is dat is ook zo. Ja. Ja. Waarom? Waarom is dit voor jullie zo belangrijk? Nou ja, er moet iets gebeuren, of er moest iets gebeuren, maar er moet nog steeds heel veel gebeuren. Ja, en ik denk in de kledingindustrie, ze gebruiken als de term fashion forward, mm-hmm. maar ik vind eigenlijk dat de kledingindustrie heel erg achterloopt op het gebied van duurzaamheid en innovatie en anders dingen creëren, produceren en gebruiken. Ja. En dus je moet echt mensen in beweging brengen. En wat jij ook zegt, kijk, wij proberen ook mensen te inspireren, ook door lezingen te geven, studenten op te leiden. Maar ook om andere merken te laten zien, jongens, het kan gewoon. Hmm. Er is geen excuus. Dus jullie moeten gewoon mee. Hmm. Er is geen weg terug. En dat is, dat is een van de meest motiverende dingen juist. Naast de consument, kijk hoe je op een leuke manier, wat je ook zegt, niet dwingend, mm-hmm. zeker niet met een vingertje wijzend, maar juist verleiden bijna om een andere manier van consumeren aan te gaan. Door gewoon hele toffe, mooie producten met mooie verhalen. Echte verhalen, hè? Dus een hoop bullshit, een hoop greenwashing. Ja. Hè? En dat sustainability is het meest verkrachte woord, denk ik, van de afgelopen jaren. Ja, het betekent helemaal niks meer. Nee. Dus wat dat is zo breed iets, het zegt niks. Dus je moet juist een manier van een tone of voice vinden waarin je mensen iets duidelijk maakt, maar ook eerlijk bent en helder waar het gemaakt is, hoe en met wat voor materialen. Mm. En daar krijg ik wel heel veel energie van. Nou, dat hoor je dan. Ja, zeker. Ik krijg er ook weer energie van als ik dit hoor. Ja, toch? Nou, en dat is al heel mooi, want ik wil heel even, voordat we naar het volgende onderwerp gaan, is dat jullie proberen zowel die consument mee te krijgen, maar jullie proberen volgens mij ook andere pioniers en andere mensen om jullie mee te krijgen om ook je impact te maken, hè, om samen die op missie te gaan. Ja, zeker. Zeker weten. Ik denk dat het niet met één merk mogelijk is ook. Kijk, de conventionele mode-industrie, laat ik het zo noemen, die doen dingen op dezelfde manier hoe ze dat altijd hebben gedaan. En als je dan als merk al een paar dingen anders doet, dan denk je dat je al automatisch impact maakt en een soort van you're setting the ladder high voor andere merken en de conventionele merken om al veranderingen te maken, ook al zijn dat kleine veranderingen. Je ziet bijvoorbeeld nu bij de Zara Organic Cotton of bij de fast fashion merken, dat had je niet 6 jaar geleden. Dus het zijn wel inderdaad wat Tony al aangaf, je geeft eigenlijk een soort van nieuwe standaard. Ook al ben je een kleiner merk of ben je niet part of the billion dollar industry als het ware, toch kan je verandering maken door kleine stappen te nemen en tegen de stroom in te gaan die eigenlijk al jarenlang dezelfde dingen doet op dezelfde manier. Nou, dat past ook wel heel mooi bij jouw gedachtegoed volgens mij, tegen de stroming. De koi carp is een vis die tegen de stroom inzwemt, dus het is natuurlijk en die metafoor is niet voor niks gekozen. Okay. Het is een koi carp die staat op mijn arm en dat is ook iets wat in water zwemt, wat schoon moet blijven. De natuur en ook een eigenzinnig dier en trots, wat het op een andere manier doet. Dat is ook de metafoor die we voor Kings Winning hebben gekozen. Kaoi, kooi. Ja. Duurzame mode. Je zei net al even, het is een beetje een begrip wat verkracht is ondertussen. Maar het is vooral ook een heel complex begrip. Kunnen jullie misschien allebei in kort maar krachtig vertellen wat betekent duurzame mode voor jou, Denna? Voor mij is het niet één begrip en ik hou ook niet meer van het woord. Ik heb het zo vaak gehoord en je bent alleen maar met mensen bezig die het overal roepen. Voor mijzelf is het een soort van holistische aanpak. Het is niet één ding, het is niet alleen maar duurzame mode. Het bestaat uit meerdere facetten. Het is een gehele levensstijl, manier van leven. Het heeft ook niet alleen met mode te maken. Het heeft te maken met hoe je denkt over vervuiling, over wat je in je lichaam stopt. Ja, wat je dagelijks bezighoudt. En ik denk dat dat niet afhankelijk is van elkaar. Ons systeem, ons hele lichaam werkt ook met elkaar samen en maakt een geheel van alles. Dus ik vind dat duurzame mode voor mij is een geheel holistisch approach. Mm-hmm. Dus er hoeven geen dieren voor te worden vermoord. Er hoeven geen mensen voor te worden vermoord.
ja, zo simpel is het. En natuurlijk denken aan de aarde tegelijkertijd dat je gewoon wel nadenkt over de stappen die je neemt als merk. Want ik vind dat je dat, die verantwoordelijkheid wel moet nemen als je een nieuw merk bent of als je iets begint. We kunnen niet meer terug. We kunnen niet meer terug. Dat vond ik mooi. Dat zei jij net ook al. We kunnen niet meer terug. Wat betekent het voor jou? Nou, ik kan me heel erg vinden wat jij zegt, de holistische gedachtegoed. Het gaat natuurlijk over de wereld en respect voor de wereld in de breedste zin des woords. Respectvol omgaan met mensen die voor jou produceren. En dat is vaak het moeilijke ook aan de kledingindustrie. Dingen worden ver weg geproduceerd. Mm-hmm. En uit het oog is vaak ook een beetje uit het hart misschien. Mm-hmm. En dat is het voordeel van voedsel en auto's en energie. Dus dicht bij huis, dus CO2-vervuiling hier. Je wordt er zelf gezonder of minder gezond van. Dus dat is heel tastbaar. Mm-hmm. Maar kleding die in een ver land wordt gemaakt onder erbarmelijke omstandigheden of wellicht met materialen die zeer vervuilend zijn voor die wereld daar. Dat voel je niet zo snel of dat weet je ook niet zo snel. En natuurlijk met internet, ik denk de huidige media is wereldwijd en dingen gaan supersnel, is er veel meer transparantie. En die transparantie is denk ik essentieel om te laten zien dat een kledingstuk door iemand wordt gemaakt van een materiaal wat ergens gewonnen wordt, vervaardigd en wat een bepaalde impact heeft op de natuur en op de mens. En daar moet je kijken in die hele keten. Van A tot Z, en dat is best een gecompliceerde keten. Zou je niet zeggen, maar een spijkerbroek met 5 zakken en een beetje stof en een paar... Maar het is best een gecompliceerd proces. Aan al die facetten proberen we wat te doen. En dat helemaal ook transparant te maken voor de eindconsument, dat die het product kan volgen. Ja, heel mooi. Denna, hoe maak jij als klein bedrijf? Want je bent een klein initiatief, je hebt zeker geen massaproductie. Hoe maak jij op jouw eigen manier toch die impact? Ja, ik heb het zelf meegemaakt en gemerkt. Op het moment dat ik begon met Nomenon, mijn merk, toen heb ik duidelijk gemaakt aan mijn niche groep op Instagram voornamelijk, dat wij veganistisch zijn en dat we dus biologische stoffen gebruiken en dat we in Europa produceren. Dus dat heb ik toen wel echt van de daken af geschreeuwd, omdat het ook heel veel moeite kostte om zoiets te bereiken. Dus daar ben je ook trots op en dan wil je dat delen. En toen merkte ik al best wel snel dat wat grotere merken ineens vegan approved waren. En ik dacht, hè, en die merken die volgden dan ook bijvoorbeeld ons merk. En dat er echt over gepraat werd dat je dan PETA approved bent en dat dat een dingetje was. En ik zag het dan opeens bij andere merken gebeuren, bij Miss Green, bij andere grotere merken. Zo en op een gegeven moment zag je dat PETA van de daken afschreeuwde dat dit merk geen bond meer gebruikt. En dat werd gewoon een heel ding. En ik zeg niet dat per se wij degene zijn die dat begonnen zijn, maar ik denk wel dat wij als klein merk, dat andere grotere merken toch wel meekijken wat er gebeurt. Zeker. En ja, dus op die manier vind ik dat wij impact hebben gemaakt, ook al zijn we wat kleiner initiatief en wat meer op de niche gefocust. Ja, dus jullie zijn inderdaad op de niche gefocust. Dus op die manier maken jullie impact met ook het idee om andere, misschien wat grotere initiatieven te inspireren. Want de niche die gaat op een gegeven moment praten. Ja. En dan pakt de massa het ook een beetje op. Heb ik gemerkt. Ja, en wat is jouw grote uitdaging omdat je dan in iets kleiner initiatief bent? Oh, er zijn zoveel uitdagingen. Waar moet ik beginnen? Mijn grootste uitdaging is, waardoor ik ook tegen de stroom inga, is produceren van nieuwe collecties. Elk seizoen het meer produceren. Het ligt niet helemaal in lijn met mijn eigen waarden. Ik ben zelf niet van het non-stop consumeren een nieuwe outfit elke week, daar ben ik niet van. Ik geloof in een paar goede stuks en dat je die heel lang kan dragen. Dus dat probeer ik ook met mijn merk te doen. Tegelijkertijd is het moeilijk, want winkels verwachten frisheid, vernieuwing. Ze bellen me op, hey, wanneer komt er een nieuwe collectie? En dit seizoen heb ik gezegd, oké, even geen nieuwe collectie. We gaan gewoon de huidige collectie opnieuw stylen, opnieuw presenteren. Dat het lijkt alsof het nieuw is, maar dat is het niet. En bij ons staat er op de website no new collection, simply items that go a long way. En dat heeft ook te maken met het tegen de stroom ingaan. Maar dat vind ik ook wel moeilijk, want als je te veel tegen de stroom ingaat, moet je er ook over nadenken dat je ook een commercieel merk bent.
En je bent wel een merk wat, ja, wat geld moet verdienen. En dat is ook duurzaam dat je als merk kan bestaan. Dus dat is voor mij een beetje een tweesplitsing van collecties produceren omdat dat wordt gevraagd van de winkels. Of gewoon dicht bij jezelf blijven en eens in de zoveel tijd een collectie maken wat authentiek voelt. Om op dat moment een concept of een collectie naar buiten te brengen wat een verhaal vertelt. Dus dat is voor mij moeilijk. Hmm. En ik denk dat jij hier misschien wel heel goed op kunt reageren, want voor jou is dat natuurlijk ook zo. Hoe ga jij daarmee om? Wat is jouw uitdaging? Ja, nieuwe collecties zijn belangrijk, denk ik. Tot bepaalde hoogte. Ik bedoel, onze basisgedachte is altijd, wij maken de favorite pieces from your closet. He, dus dingen die je echt tof draagt. Ik draag eigenlijk altijd een beetje dezelfde dingen. He, dus het is niet dat ik heel veel nodig heb eigenlijk. Mm-hmm. En daar maken we gewoon, waar mij voornamelijk nieuwe collectie bij mij voornamelijk in zit, is wij maken 70% eigenlijk gewoon basisdingen. Dus dit t-shirtje doe ik elk seizoen. En dan komt hij in een ander kleurtje en dan misschien een keer in een ander materiaal. En deze spijkerbroek komt een keer in donkerblauw, zwart, dan weer in lichtblauw. Maar het zijn gewoon classics, gewoon mooie dingen. Inderdaad, die je lang kunt dragen, kwalitatief. Dat is voor mij ook de benadering waarin je met kleding moet staan. Je moet dingen lang mee laten gaan. Als ze kapot gaan repareren, als je niet meer wilt dragen, verkoop ze of leen ze uit of geef ze weg. En verder, je hebt wel die tastemakers nodig. Ten eerste om je collectie op te spijzen. Dus wij maken wel 30% van onze collectie echt met toffe dingen. Gewoon dingen die ook misschien niet eens verkocht worden. Maar om te laten zien, dit kunnen we. Mm-hmm. Dit is ook leuk om te doen. Vind ik voor mezelf, moet ook leuk blijven. Mm-hmm. En ook vooral innovatie te tonen. Dus nieuwe materialen, nieuwe technologieën om broeken te wassen. Nieuwe recycled producten, upcycled producten. Mm-hmm. Nieuwe man-made fibers, nieuwe Tencel blends of zo. We hebben nu een jeans zonder nieuwe katoen. Dus helft recycled katoen en de helft is met refibra gemaakt, wat een lensing fabric is. Geen nieuwe katoen. Katoen gebruikt heel veel water. Ja. Mm-hmm. Dat soort vernieuwingen vind ik tof om wel elk half jaar iets nieuws te presenteren, maar is bijna vaak meer conceptmatiger nieuw. Nou, dat is er nodig. De nieuwste mode moet zijn. Dus het is ook een vorm van experiment om ook brand verder te helpen. Continu. Ja, en misschien eigenlijk ook wel de mainstream ook wat meer te kunnen bereiken met af en toe die. Ik vind het leuk om allebei te bereiken. Hè. Ik bedoel, je hebt echt de eco diehards. Kijk, die bereiken we relatief makkelijk. Maar ik vind het juist interessant om die mensen die eigenlijk geen zakken kan schelen bijna. Ja. Om die te verleiden om een product van ons te kopen, omdat het toch tof is. Ook wel bereikbaar. We maken ook dingen die denken van ja, die zou ik zelf ook niet dragen, weet je wel. Dat is gewoon crazy. Maar wel fantastisch, staat wel aan alle bladen. Maar je wil gewoon dingen maken waar mensen blij van worden. En daar proberen ze ook democratisch mogelijk in te zijn. Dus van de super uberhippe jonge gast tot mijn schoonvader van 72 draagt onze broeken ook. Nou, dat vind ik juist heel tof, weet je. Dat die breedheid die je in kan zetten. En er zitten voornamelijk verhalen. En innovatie en kijken hoe je dingen beter kan maken. Meer filosofie bijna dan kleding maken, dat doe je natuurlijk, dat is onze core business. Maar het gaat toch voornamelijk om de manier van denken, hoe je over je leven denkt, hoe je consumeert, waar je energie van krijgt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat duurzaamheid, als je het zo wil noemen, gewoon leuk is. Ja. Oh ja, daar ben ik het ook mee eens. Het moet wel leuk blijven. Ja, het kan ook vaak heel serieus ook benaderen. Oh, dit is slecht en dat is slecht en dat is slecht. Snel je moet van, een hele hoor. Positieve benadering hebben. Het is super tof om te innoveren. Is leuk, man. Ja, want het is juist, eigenlijk hebben we het tot nu toe alleen nog maar over gehad. Over beweging, over creativiteit, innovatie. Dat zijn eigenlijk allemaal hele spannende dingen waar je eigenlijk gewoon onderdeel van wil zijn. En het heeft helemaal niks met geitenwolle sokken of stoffigheid te maken. Dus wij zijn hier ook bij elkaar om dat te laten zien. Dat eigenlijk duurzame mode of hoe je het ook wil noemen, gewoon een mooie levensfilosofie is. Waarbij je eigenlijk altijd voorop loopt, heb ik het idee. Ja, andere mensen kijken naar je. Je kunt het voorbeeld zijn. En zeker als kleinere bedrijven. Ik ben misschien ietsjes groter dan jij met je bedrijf, maar nog steeds klein. Mm-hmm. We zijn flexibel. We kunnen, als we dit vandaag beslissen, kan ik morgen dat doen. Ja, en dat is tof. En dat hebben grotere bedrijven niet. Dus wij kunnen ook sneller dingen veranderen. En dat maakt het leuk. Ja, zeker weten. Dat wil niet zeggen dat je minder kritiek krijgt. Want op het moment dat je gaat spreken over duurzaamheid en jezelf positioneert als een merk die daarmee bezig is, leg je een hoop dingen over je heen. Dat is wel ook de werkelijkheid. Dus het is niet altijd even leuk als dat het lijkt. Kijk, het ziet er heel simpel uit en fun, maar er zit heel veel werk in. En ook een soort van endurance van je moet door die kritiek heen.
En proberen alles zo transparant mogelijk uit te leggen. Ja, eerlijk blijven. Maar eerlijk blijven, ja. Maar tegelijkertijd moet de consument verwachten heel snel dat je alle problemen van de wereld aanpakt. Dat merk ik met mijn merk, hè. Dus op een gegeven moment wordt er gezegd, je moet meer wat vollere modellen gebruiken. Want dat doen andere merken ook. Je moet ook iets meer variatie qua modellen in je, qua huidskleur gebruiken. Dus je krijgt veel dingen ook op je af als merk. En op een gegeven moment moet je ook kiezen van, hey, wat is belangrijk voor jou als merk? En waar wil je op focussen? Hè? Bij Kings of Indigo hoor je innovatie is heel belangrijk. Dat is een belangrijk concept. En dat vind ik bij Noemenan ook belangrijk, dat je toch wel bij jezelf blijft, ook als je duurzame mode maakt. Want heel snel krijg je toch veel kritiek over je heen. Ja. En dat, hoge bomen dat, vangen veel wind. Ja, klopt. Ja. En dat is het deel wat je niet ziet. Terwijl fast fashion heel veel dingen doet. Ja, die hebben eigenlijk de mogelijkheid om gewoon van alles wat te doen en kijken wat werkt. Maar ondertussen gaat het wel ten koste van alles en iedereen. Ja. En jullie werken eigenlijk keihard om het gewoon rustig aan jullie weg te vinden. Ja. Hoe consumenten het eigenlijk ook zouden moeten doen. Ja. Niet losweg alles proberen en we zien wel wat leuk staat. Maar gewoon iedereen moet eigenlijk gewoon de tijd moeten nemen om zelf die weg te vinden naar een duurzamere garderobe. Ja. En het hoeft niet perfect te zijn. Nee, en als je eerlijk bent, over de tegenwind die je soms hebt. Ja. Als je eerlijk bent over de fouten die je maakt. Klopt. En niet alles lukt. En dat is een kenmerk en innovatie. Is leuk. Mm-hmm. Maar soms, de helft van de keren lukt het. Maar ik heb ook vaak genoeg denk, shit jongen, dat zo tof geweest als dit nu gelukt was. Ja, dan ga je dan misschien over een half jaar. Ja, dat is doorzettingsvermogen. Dat heb je echt wel nodig. En accepteren dat duurzaamheid niet perfect hoeft te zijn. Nooit ook perfect zal worden. Nee, het zal ook nooit perfect worden. Want nee, maar dat zijn wij het ook wordt niet. Verwacht. Nee, dat wordt vaak verwacht als je jezelf positioneert als duurzaam merk. Mm-hmm. Maar ik denk dat mensen ook wel moeten snappen dat iedereen doet zijn best. Ja. Om zoveel mogelijk impact te maken. Ja. Op je eigen manier. Oh, wat mooi. Nee, dus ik hoor, er is veel doorzettingsvermogen nodig. We moeten van elkaar niet verwachten dat we met z'n allen perfect zijn of perfect worden, want dat gaat niet lukken. Maar we zijn er wel keihard aan het werk om wel die positieve impact te kunnen maken. Ja. Wat is er volgens jullie nodig? Wat hebben jullie nodig om met z'n allen die switch te kunnen gaan maken? Waar we nu zo graag, waar we nu op zitten te wachten. Ik denk samenwerking. Dat zie je nog niet heel veel bij de conventionele merken. Dat doe ik al met een ander concept met mijn partner voor de Carefully Curated Pop-up in de pijp. Dus we zetten pop-ups neer en dan maken we een selectie van merken die een soort van geheel levensstijl neerzetten. En we hebben nu gemerkt dat het ontzettend goed overkomt bij het publiek. Dus juist het samenwerken met al die merken, panelgesprekken voeren op een leuke manier. Dat het fun is, dat het een experience is. Dus niet alleen maar een winkel die er staat, maar verschillende mooie merken bij elkaar die eigenlijk afwisselen elke week. Dus we hebben elke week nieuwe duurzame merken. En dan krijg je het idee van een soort van fast fashion, dus dat je iets nieuws hebt, maar het is allemaal duurzaam en het roleert als het ware op één plek. Dus dat is één manier van hoe ik denk dat je iets meer impact kan creëren door samen te werken op een creatieve manier. Hmm. En is dat dan ook hoe jij denkt dat de toekomst eruit gaat zien? Ik denk niet dat dat vanzelfsprekend is. Want niet alle merken willen samenwerken. En conventionele merken zien heel snel elkaar toch als een concurrent. Hmm. Dus ik denk dat wel een paar merken dat gaan doen, maar niet iedereen. Mm. Ik denk dat het nog wel een grote weg is om te gaan. Oké. Okay. En wat is dan voor jou nu hetgene waar jij gaat je focus op samenwerking, omdat dat voor jou heel goed werkt. Wat is voor jou de weg van de toekomst? Ja, samenwerken is heel belangrijk. Delen. Ik denk kennis delen, informatie delen, compleet transparant zijn. Dus wat wij laten al onze leveranciers op onze website zien waar we de katoenen vandaan halen, waar de stoffen worden gekocht. Dus iemand anders kan gewoon naar die stoffenleverancier zeggen, ik wil ook dat doek hebben. Mogen ze van mij doen? Vroeger was dat zeer hoogst ongebruikelijk om mensen in je keuken te laten kijken. Ik denk als je open bent erover, dan kun je samen ook als Tommy Hilfiger mij in de stof wil gebruiken, prima. Juist heel mooi. Wij proberen juist ook mensen te motiveren. Dus kennis te delen, mensen bewust te maken. Ik denk dat we daar uiteindelijk, die consument beslist uiteindelijk. Ik denk dat als we daar meer tools voor hebben
om zeg maar, die consument inzicht te laten hebben hoe een kledingstuk wordt gemaakt en wat goed en wat slecht is, of wat beter is en wat normaal is, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel goed zou zijn, om daar meer, als we daar meer middelen voor zouden kunnen krijgen, meer videomateriaal, inzicht, want die consument wil wel, maar die weet het vaak gewoon niet. Dus ja, die koopt gewoon iets klopt. En die staat in het rek, mm-hmm. Ga de Kalverstraat in, probeer maar eens iets uit te zoeken wat beter is en wat minder goed is. Dat lukt je eigenlijk als je niet echt bekend bent met de materie en je bent een gereguliere consument. Dan weet je dat gewoon niet. Dus je kunt die mensen ook niet kwalijk nemen. Nee. Ik denk dat daar het bewustzijnsgevoel, en bij vlees, weet je, met Beter Leven, met 3 sterren, weet je, het is iets beter. Mm-hmm. Als je met energie, met groen, is ook beter. Een auto op elektriciteit is ook iets beter. In kleding is er bijna geen benchmark. Er is niet echt er zijn wel wat, heel veel certificeringen die jumbo zijn. Iets zeggen, maar iets zeggen, maar wat uiteindelijk, precies. Ja, het is heel moeilijk. Ja. En ik denk dat als je dat al wat duidelijker krijgt, want die consument die beslist. Ja. De regering zou er misschien nog een beetje mee kunnen helpen om misschien wat voorlichting daarin te doen. Wellicht wat voordeeltjes te geven, zoals we ooit bij de elektrische auto hebben gedaan. Minder bijtelling bij een elektrische auto. Ja. Minder BTW op een duurzaam product. Heel erg toch? Mee eens trouwens. Dit dus dan, zou zijn. Ja. Jullie denken allebei dat we met z'n allen meer een positieve impact kunnen maken als de consument wat bewuster wordt. En als ze dan eenmaal bewust zijn, dat we ze helpen om dan de juiste keuze te maken door kennis te delen. Hè, door die transparantie. En dat de overheid hierin ook een rol zou moeten spelen. De mensen hebben goed hart en heeft de beste intenties, denk ik. Ja, daar ga ik vanuit. En ik denk als je ze motiveert op een goede en leuke manier, met een beetje misschien nog wel een financieel voordeeltje, denk ik dat veel meer mensen hun consumentengedrag zouden veranderen. Zonder dat ze daar al te veel concessies voor hoeven te doen. Mooi. Nou, ik wil eigenlijk afsluiten met een vraag. Hoe zouden jullie de volgers willen uitdagen om misschien wel in de eerste of de volgende stap te zetten naar het maken van positieve impact? Gebied van kleding? Ik zou zeggen, begin simpel. Maak het niet een iets ingewikkelds. Dus dat je bijvoorbeeld begint al met iets meer onderzoek te doen naar wat je koopt. En niet alleen maar gewoon kopen omdat je iets nodig hebt. Mm-hmm. Kijk gewoon even rond en online een klein beetje onderzoek doen. En je weet al heel snel waar je organic cotton jeans kan krijgen. Waar je een Tencel topje kan krijgen. Dus en probeer het gewoon uit en kijk hoe dat, of dat bij je past en combineer dat met bijvoorbeeld vintage en experimenteer. Je hoeft niet alles in één keer te doen. Dus ik denk kleine stapjes maken het verschil eigenlijk. En je hoeft niet alles ook in één keer goed te doen. Je kan een keer inderdaad een bioloos katoenen product kopen of een Tencel top, maar koop ook nog een keertje gewoon iets. Ja. Wat je leren jas die tof vindt. Als je dat tof vindt, weet je. Bedoel, je hoeft niet de roomser te zijn dan de pauze. Dat moet je ook niet eisen van mensen. Mm-hmm. Maar je kunt wel, als je interesse is denk ik heel belangrijk, passie. Passie over wat je koopt. Ben je geïnteresseerd wat je koopt, van wie je het koopt, hoe het zit. En koop gewoon minder. Koop gewoon beter. Daar wou ik mee afsluiten. Dank jullie wel. Thank you for following our video podcast Act to Make an Impact. You can watch and listen all episodes on Spotify or YouTube. Let us know how you want to make an impact on our social media channels or go to momster.com/acttomakeanimpact and I hope you'll join us the next time. Bye bye!